Dingen in de weer, maar wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Via Ferrata, oftewel de IJzeren Weg. Nou ja, verzekerd ben je met twee karabiners, waarvan je de hele tijd eentje om de ijzeren kabel houdt. De route die we gaan doen is een beetje is AD, iets difficiel, maar het betekent in ieder geval dat het medium moeilijk is. Fijn om niet met de allermoeilijkste route te starten. Nou, deze tocht duurt 4 tot 5 uur, dus je moet genoeg water meenemen. Pascal die denkt, ik drink het gewoon allemaal op voor het begin. Dat scheelt ook weer sjouwen. Oorspronkelijk werd de Via Ferrata aangelegd door het leger om snel en veilig over een bergwand heen te komen. En nu is het alleen nog voornamelijk lekker klimmen, genoeskletterij. En je hebt geen touw bij je? Toch? Nee. Hoe vind je hem eruit zien? In ieder geval vriendelijk begin. Ja. Ja, het is wel een beetje open, maar het is op zich wel te doen. Hier rechts is een greepje, boven je linkerhand. Hele mooie rand. Ja. En dan gewoon op wrijving staan. Okidokie. Eigenlijk wil je klimmen zonder deze kabel te gebruiken. Maar ik merk wel dat het wel verleidelijk is om het wel te doen. Ook omdat je ergens wel een beetje snelheid erin wil houden, omdat het toch een paar uur duurt. We zijn om 2 uur vertrokken, dus niet heel vroeg. Het stukje waar het dan moeilijk is, een stijl zoals daarboven, daar zitten dan meteen 1, 2, 3, 4, 25 van die treetjes. Er schijnt hier ook in deze route een touwbrug te zijn, althans dan met kabels. Dat vind ik vaak wel spannend, omdat het dan gewoon heel veel niks onder je is. En het is vaak eventjes weer wennen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Tja, ik zal er toch overheen moeten. No way out. Dat is niet de makkelijkste, denk ik, hè? High five. Heb je nog tips voor mensen die voor het eerst een apenbrug over moeten en een beetje bang zijn? Niet naar beneden kijken, alleen maar naar de overkant waar je naartoe moet. Daar naartoe, daar naartoe, daar naartoe. Dit is hem, de top! Als je boven komt is het helemaal stil. Heel serene rust. Alleen dus de alpenkouwe en een briesje. De route bestaat uit 4 delen. Eerste deel was klimmen. Tweede deel was eigenlijk dalen. Derde deel was met de touwbrug. Vierde deel is met de grot. En daar gaan we nu naartoe. Yeah. Je komt hier dus de kabel, die is af en toe onderbroken. Dus wat je dan doet, is je pakt eerst je eerste karabiner, clip. Check of deze wel echt dicht zit. En dan de tweede. Want, kijk, zie je een zakje? Dan zit je dus altijd verbonden aan de kabel. Woe!
Maar nu de pièce de résistance. El grotto, de grot. Lampjes op. Thank you.